Dit is de grootste concurrente voor Christine Aafting na de 500 meter. Xiaobo Ye, de Chinese, tweede op de korte afstand. En een achterstand op de 1000 meter ten opzichte van Aafting van 0,2 van een seconde slechts. Dat moet de Chinezen dus sneller zijn dan Aafting om op de eerste plaats naar twee afstanden te komen. En dat betekent concreet dat Ye 1,2205 zou moeten rijden. Als ze dat presteert, is ze Aafting in het klassement voorbij. Haar tegenstander op deze rit is de Amerikaanse Peggy Klaesen. En de opening 18-9 van Ye is precies gelijk aan die van Christine Aafting. Het is een hele goede 500 meter rijder, deze Chinese, maar op het WK Allround, waar ze ook tot de deelnemers behoorden, bleek al dat de langere afstanden problemen zijn. Het is maar de vraag hoe die 1000 meter ligt bij haar. 49-2 was de tijd van Aafting en hier gaat Ye 49-92. Ze geeft nu al behoorlijk toe op Christine en dat betekent ongetwijfeld dat onze landgenoten ook na het optreden van deze Chinese de klassementsaanvoerster na twee afstanden blijft. In 22-26 was de eindtijd van Christine Aafting. En de Chinese legt daar nog op toe, denk ik. Want hier is haar eindtijd. Nee, ietsje sneller, dat wel. 1-22-21, maar net niet genoeg, ondanks die prima slotronde, om Aafting in het klassement van de eerste plaats te verdringen. En dit is de uitslag van de 1000 meter voor die vrouwen. Houk, de kampioen van vorig jaar, wint deze afstand. Xiaobo Ye, de Chinese, verrast met een nieuw persoonlijk record in een tweede plaats. Christine Aafting handhaaft zich uitstekend op die derde plaats op de 1000 meter. En dat betekent dan voor het klassement na twee afstanden dat Aafting aan de leiding gaat. Met een geringe voorsprong op de Chinese Ye, op Houk, op Garbrecht, op de Chinese Yu. En verrassend genoeg ook op Bonnie Blair uit Amerika.